Ik heb een hond, hè, of ik heb een hond, wij hebben een hond thuis. En ja, voor 's nachts, hè, nachthond, hè. Ja, nou, je hebt een jachthond en een nachthond, ook allemaal soorten weer, hè. Ik weet niet hoe dat heet, zo'n beest, prachtig. Ja, deze weet ik wel, maar die heb ik helemaal afgericht, hè. Dus die is voor 's nachts, hè. Hij is nou ook aan het kuren, maar dan stop ik hem af en toe een koekje toe, weet je wel. Dan zeg ik, moet je een koekje? Dan zegt hij, jawohl. Ja. Dat is een Duitse herder, hè? Maar ik heb hem zo afgericht, hè? Als ik 's nachts iets hoor, dan maak ik hem wakker en meteen begint hij te praten. Meteen begint hij te praten. Oh, ik heb iets, zeg. Ik heb iets nieuws, jongens. Hé, hey, er is een bij mij. Kom erbij zitten, kom dichterbij zitten. Gezellig. Bij mij in de buurt, mensen, ik woon in het Gooi. Bij zo'n plantsoen woon ik, hè. En daar zag ik van de week een mannetje. En die had een hondje, dat was zo'n ding. Zo'n hondje. En die liep aan een lijn. En die lijn, absoluut, die was minstens 30 meter lang. Te gek om los te lopen, weet je wel, hè. Dat mannetje loopt, dat is een apparaatje, ik weet het niet. Hè? En dat hondje die loopt helemaal ver weg. En die denkt, die is door het dolle heen, dat beest. Hè? En die denkt dat hij losloopt. Hè? Dus die komt naar mij toe zo van... Hoo! En opeens drukt die vent op dat ding. Hè? En... Vliegt hij door het landschap. Met een rotgang. In die doos. Huh? Ja. Dat zijn de dingen van deze tijd. De dingen van deze tijd. Dat is een onnozel apparaatje. Er zijn veel, veel gecompliceerdere apparaten. Het leven wordt steeds moeilijker door die apparaten. Huh? We hebben overal een apparaatje voor te scheren. Ik zag er een met 3 koppen van de week. Een scherenapparaat, advertentie, 3 koppen. Kom nou toch. Ik doe dat nog met zo'n kwassie, weet je wel. Met een 3 haren, geloof ik, helemaal niks. Nee, dat is allemaal een beetje overdreven. Maar dit is nou eenmaal zo. Het is gewoon, het is niet anders. Nou weet ik het echt niet meer, hoor. Wat? Oh ja, heb ik nog niet verteld. Die buur, bij mij in de buurt. Dan kunnen ze nooit aan elkaar plakken bij die film, maar dat kan nooit. Er vallen zulke gaten in die avond. Hè. Maar, als we maar lol hebben. Hè. Maar, bij mij in de buurt, ik was aan het vertellen van dat hondje. En bij mij in de buurt er woont een man, die is schatrijk. En die is rijk geworden met patat. En met voorgebakken patat. Hè. Zo heet dat, voorgebakken patat. Hè. En daar word je stinkend rijk mee. Hè. En nou snap ik hem ook. Ja, ja, ja. En die man is een leuke vent, maar die is zo rijk, die weet niet meer wat hij doen moet. En die heeft allemaal apparaten. Heeft apparaten, loopt hij weer te knijpen. Hè. En dan gaat de garagedeur open. Knijpt hij in zo'n ding, zeg. Gaat de garagedeur op. Zit hij koos mee. Loopt hij naar het zwembad. Groot zwembad, zeg. Doet drukte op dat ding. Gaat het ding open. Gaat de schuif open van het zwembad. Loopt hij door het huis. Gaan de gordijnen open, zeg. En maar drukken. He? Alles gaat elektronisch open. Ik zeg laatst tegen hem, Joop, het valt me nog mee dat je gulp nog zelf open doet. Maar je hebt mensen die hebben zoveel, die weten van gekkigheid niet meer wat ze ermee moeten. Dat is ook niet goed. Te weinig is niks, maar te veel is ook niet goed, hoor. Ik zou het niet willen hebben, voor hun goud. Ik zou het niet willen hebben. Nee, nee, echt niet. Hij heeft nou weer een nieuwe vrouw. Nou, nieuw. Voorgebakken. Ja. Ja. Zeg.
Zal ik u eens wat zeggen, mensen, vanavond? Dat zult u niet verwachten dat ik dat zeg. Dat is ook niet zo belangrijk. Maar kijk, u zegt altijd iets over ons. Het publiek zegt altijd iets over de artiesten. Mag ik iets over u zeggen? U bent een buitengewoon gezellig publiek. Dat kunt u in uw zak steken. Ja, maar dat is de hele sfeer van de avond bepaalt u. Ze denken altijd dat wij het doen, de mensen doen het zelf. De communicatie, dat is, dat ken je niet alleen. Kijk, dat is hartstikke leuk. U ziet ook dat ik regelmatig sta te bukken. Dat doe ik alleen als de mensen leuk zijn. Dat ik zo zou me uit te sloven als de mensen niet leuk zijn. Dat doe ik alleen zo even. Maar vanavond heb ik al een paar keer zo gedaan.